zitten. Het gaat erom dat we dus iets willen vertellen wat ons bezighoudt, wat ons steekt, waar we ongerust over zijn en waarvan wij vinden niet goed is. En daar is democratie voor en je kunt een beslissing nemen, maar je kunt het ook terugdraaien. Dat kan namelijk altijd. Kijk maar wat er nu gebeurd is vandaag met een nieuw kabinet. Wat vandaag beslist is, wordt morgen teruggedraaid. Dus het is al beslist, is absoluut geen argument. Bied u bij deze de handtekeningen aan. En straks zal een van de zorgmedewerkers in de raad gaan inspreken en in een veel breder beeldskader schetsen van de problematiek die er is. En wij hopen dat u deze beslissing in heroverweging gaat nemen. En ik moet ook bij zeggen, komt u hier de petities in ontvangst nemen, dat vind ik ook heel moedig van u. Dus ik hoop dat u ook de moed heeft om niet Paul door te gaan met de beslissing die u heeft genomen, maar ook om daar nog eens een keertje kritisch naar te kijken.